Hallo, ik ga met jou vandaag kijken naar wat is waarheid. Er komen zoveel dingen op jou af, zeker in deze tijd, ook in deze coronacrisis, maar ook op andere vlakken. Herken je dat in je leven misschien wel, dat er zoveel informatie op je afkomt en misschien zeggen dingen, mensen dingen tegen jou en ergens heb je zoiets van, er klopt iets niet. Maar hoe bepaal je nou wat waar is? Hoe bepaal je nou wat waarheid is? En want dat kun je. En ik ga je wat richtlijnen geven om jou te helpen om jouw pad te vinden wat waar is voor jou. Want wat waar is voor jou hoeft ook nog niet waar te zijn voor een ander. En dat maakt het allemaal ingewikkeld en toch is het niet zo ingewikkeld. En dat ga ik jou zo laten zien. Want we hebben allemaal een goddelijk referentiekader in ons eigen hart. En laatst zag ik een opmerking langskomen en dat sprak me aan. En er stond iets van, volg je hart, want dat klopt altijd. En ik vond het een leuk doordenkertje en daar zit al heel veel in. Want God heeft ons geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En de goddelijke DNA zit in ons systeem. En die goddelijke DNA, die goddelijke hemelse blauwdruk, die herkent waarheid. Waarheid die ligt op als het ware in ons systeem, wij herkennen het als je daar gevoelig voor bent. Met je ratio kun je misleid worden, maar je geest herkent waarheid. En daar ga ik zo met jou over door. Ik wil eigenlijk eerst even bidden, in gebed vragen of de Heilige Geest, die ook de geest de waarheid wordt genoemd, ook mij mag leiden, maar ook jou mag leiden. Dat hij in ons een nieuwe openbaring mag geven over de waarheid met een hoofdletter. Hemelse Vader, ik wil u danken dat wij dat uw liefde geschapen zijn, dat u ons gevormd heeft naar uw beeld en uw gelijkenis, dat uw geest in ons woont, een geest van de geest van de waarheid. En die geest de waarheid herkent de waarheid. Dat refereert, dat interfereert met de waarheid. En ik wil u bidden, Jezus, wilt u mij de juiste woorden geven om mensen te helpen die waarheid te herkennen in hun hart, in hun geest en in hun ziel. In Jezus' naam. Waarheid is iets. Dat is niet iets wat weer wiskundig is, het is ook niet iets wat wetenschappelijk is, want hoe mooi en hoe indrukwekkend de wetenschap ook is, de wetenschap kan niet de waarheid vinden, die kan de waarheid ook niet omarmen, de wetenschap is daar te klein voor. En mensen die denken dat het wel kan, die leven in hoogmoed en trots, want ook de wetenschap, je erkent gewoon dat het heelal bestaat voor het grootste gedeelte uit zwarte materie en van die zwarte materie weten we helemaal niks. Met andere woorden, de wetenschap moet bescheiden zijn, want de wetenschap weet niet alles. Dat merken we ook huidend te dagen, dat ook de wetenschap is vaak heel erg tegenstrijdig. Als we het met name hebben over het interpreteren van onderzoeksresultaten, het interpreteren van big data. Eigenlijk kun je alles naar je eigen hand zetten. Hè? En het gaat niet zozeer om wetenschap, maar het gaat om de verborgen agenda daaronder. Want wetenschap kun je ook naar je hand zetten. Hè? Je kunt met onderzoeksrapporten door wetenschappers gemaakt, kun je gewoon iets aantonen wat jij wilt dat mensen gaan geloven. En onder het mom van dit is wetenschappelijk aangetoond. Nou, dat is gewoon een dooddoener, hè? Want ook wetenschap is gewoon niet waterdicht, wetenschap laat heel veel ruimte over, omdat de schepping gewoon niet in wetenschap te vatten is. Dus ook wetenschap kun je inzetten voor je eigen programma. En dat wordt ook veelvuldig gedaan. En op het moment dat je daarvan wakker wordt, dat je door gaat krijgen van wat de wetenschap zegt, wat belangrijke, invloedrijke mensen zeggen onder het mom van dit is de wetenschap, hoeft helemaal niet waar te zijn. Want waarheid, de goddelijke waarheid, gaat over iets heel anders. Het gaat namelijk over een geestelijke dimensie. En waaraan kun je de echte waarheid herkennen? En de waarheid waar God het over heeft, de geestelijke waarheid. En Jezus heeft dan over, aan de vruchten kent men de boom. En waarheid, dan heb ik het over goddelijke waarheid, die brengt Gods vruchten voort. En wat zijn die goddelijke vruchten? Die goddelijke vruchten die bestaan uit liefde, uit vrede en uit blijdschap. Dat is de vrucht van de geest. Waarheid, waarachtige waarheid, die maakt mensen vrij.
En de waarheid zal u vrijmaken, zegt Jezus. Dus we hebben het niet over een wiskundige waarheid, we hebben het niet over een wetenschappelijke waarheid. Hoewel die waarheden zich ook onderwerpen aan de goddelijke waarheid, want niks is tegenstrijdig. De schepping is niet tegenstrijdig met Gods waarheid. Ja, alleen de interpretatie van wetenschappers, de interpretatie van big data, de interpretatie van hoe wij wetenschap toepassen. Dat kan wel in strijd zijn met Gods waarheid. Maar de natuurschepping zelf is helemaal in lijn met de waarheid van God. En daarom is wetenschap, zuivere wetenschap, is ook nooit in tegenstrijdig met God. En met Gods waarheid en met de Bijbel. Dat is gewoon allemaal één geheel. En in mijn onderzoek naar waarheid, want ik hou ook van wetenschap. Ik ben niet een echte wetenschap, maar ik vind het wel interessant om wetenschappelijke ontwikkelingen bij te houden en ik verheug me erin. Want het lijkt dan net alsof je in de keuken van God mag kijken. En voor mij is dat geen tegenstrijdigheid, het is alleen een bevestiging van de goddelijke waarheid. De wetenschap die bevestigt gewoon de goddelijke waarheid als je dat op de juiste wijze interpreteert. Nou, hoe herken je nou dat dingen die worden gezegd en die op je pad komen, op wat voor gebied het nou ook is, of het nou om Bijbels leerstellingen gaat, of dat het om een politieke waarheid gaat, of allerlei wetenschappelijke waarheden die op ons afkomen, waarvan je ergens diep van binnen voelt van volgens mij klopt hier iets niet. En noem bijvoorbeeld de zogenaamde waarheid van de evolutietheorie. Het woord zegt het al, het is een theorie, het is een interpretatie van onderzoeksresultaten en men lijmt dat in elkaar door een theorie en iemand die niet in God wil geloven, die legt daar zijn eigen interpretatie overheen. En dat gebeurt continu in de wetenschap. Of het nou sociale wetenschappen zijn, de psychologie is of wat voor wetenschap dan ook. Men bestaat uit feiten en een interpretatie van feiten en die interpretatie die komt vanuit de geest. En als je dan geen rekening met God houdt, dan lijm je dingen aan elkaar op een andere manier als dat je wel rekening met God houdt. Dus waarheid is niet een optelsom van feiten. Dat is het nooit geweest, zal het ook nooit worden, want de wetenschap kan de waarheid niet omarmen. Daar is ons verstand gewoon veel te klein voor. De waarheid is een geest. Jezus zegt ook, ik ben de waarheid. En hoe kun je nou hier op aarde ontdekken wat waar is? En we leven in een tijd waarin we heel veel om ons heen zien. De een roept dit, de ander roept dat. Allerlei complottheorieën, allemaal nepnieuws. Wordt gewoon de wereld ingespuugd. Op internet kun je allerlei informatie vinden. Maar wat is waar? En daarin is het belangrijk om je eigen geest en Gods geest te raadplegen. Daarin is het belangrijk om te begrijpen waar gaat het plan van God over. En als je begrijpt dat het plan van God is om jou en mij tot volheid te brengen, tot vrijheid en tot volheid, dat de volle potentie die God in jou heeft gelegd en in mij heeft gelegd, dat die tot bloei komt. Nou, die volle potentie komt niet tot bloei als ik gevangen zit. Dus op het moment dat een bepaalde zogenaamde waarheid leidt tot beklemming, leidt tot onvrijheid, leidt tot gevangenschap, dan is het niet de waarheid van God. Want de waarheid van God die maakt vrij. En die brengt de goddelijke potentie in ons tot bloei. Die brengt ons niet in een beklemmend systeem. Maar de waarheid van God maakt vrij. Die zet jou centraal, die zet mij centraal. Die geeft ons ruimte om tot bloei te komen. Daar is de goddelijke waarheid voor bedoeld. En daarom ook dat een heleboel maatschappelijke systemen gewoon absoluut niet kloppen. Want een heleboel maatschappelijke systemen en politieke ontwikkelingen en wetenschappelijke ontwikkelingen, die ontroven ons van vrijheid. Die maken ons niet vrij, maar die beroven ons van vrijheid. En daaraan kun je zien dat het geen waarheid is. Dus elke beweging, elke politieke beweging of elke beweging in de samenleving, in de maatschappij, elke digitale beweging, elke beweging die onvrijheid teweeg brengt, het zij lijfelijke onvrijheid, het zij psychische onvrijheid, dat je niet meer zelf mag denken, dat je geen je eigen mening niet meer mag verkondigen, omdat het wordt afgestraft, censuur, dat jou een mening wordt verteld en zo moet jij gaan denken en als je anders denkt, dan word je afgestraft, dat is onvrijheid. Dus dat kan geen waarheid zijn, want de waarheid maakt vrij. God die wil dat jij vrij bent. En dus hoe kun jij nou achterkomen
of iets waar is of iets niet waar is, door te kijken naar de eerste plaats, door te kijken naar de vruchten van de boom. Nou, laten we heel bij het begin beginnen. De eerste plaats, voel van binnen of het klopt. He, is er ergens een gevoel van dit klopt niet? Nou, ga het onderzoeken. Want God leidt jou in het ontdekken van waarheid. Als je voelt ergens klopt er iets niet, ga het onderzoeken. Want de waarheid maakt vrij. Waarheid is overigens niet altijd leuk, maar de waarheid maakt vrij. Nou, de volgende stap is, aan de vruchten kent men de boom. Wat voor vruchten brengt de waarheid voort? Is dat de vrucht van God? Geeft dat liefde, blijdschap, vrede? Of geeft dat angst en gebondenheid? Wat voor waarheid brengt het voort? Nou, een ander heel belangrijk meetpunt voor de waarheid is om te kijken wie spreekt die waarheid uit. Is de bron betrouwbaar? Is de bron integer? Wat is daar een belangen, een vermenging van belangen? En daar gaat het bijna altijd fout op het moment dat daar vermenging van belangen zijn, als het gaat om macht, als het gaat om geld, dan kan de waarheid al bijna niet meer vrij stromen. Want dan wordt de waarheid beïnvloed door macht, wordt beïnvloed door geld, door winstbejag. En dan wordt de waarheid beklad. En op het moment dat er een waarheid wordt verkondigd, waar degene die het verkondigt heel veel voordeel uit behaalt, dan kun je eigenlijk al op je vingers natellen dat die waarheid geen volledige waarheid kan zijn. Want een waarheid die zoekt niet naar winst. Een waarheid die zoekt naar vrijheid voor die ander. De waarheid zoekt zichzelf niet. Liefde zoekt zichzelf niet, maar de waarheid zoekt zichzelf ook niet. Want de waarheid is hun doel op in zichzelf. Want Jezus is de weg, de waarheid. Dus de waarheid maakt vrij. En zoekt niet naar winst. En daaraan zie je al een heleboel dingen om jou heen, kun je daarin al ontmantelen. En een andere kenmerk van iets is wat niet waar is, kijk, waarheid die mag onderzocht worden. Waarheid komt ook gewoon aan het licht. Dan mag je aan alle kanten bekijken en waarheid blijft waar. Als iets waar is, dan hoef je niet bang te zijn dat iemand die waarheid gaat onderzoeken en die waarheid gaat bekijken, want de waarheid zal alleen nog maar meer waar blijken te zijn naarmate meer mensen daarnaar gaan kijken. Een waarheid die geen waarheid is, die mag niet onderzocht worden, die mag niet bevraagd worden, daar mogen mensen niet kritisch over zijn, want dat wordt afgestraft. Nou, alleen dat feit al, als een bepaalde waarheid niet bevraagd mag worden, geen kritische vragen gesteld mogen worden, dat mensen daar niet naar mogen kijken, dat ze het niet mogen onderzoeken, dat het wordt afgeschermd, dat er geheimzinnig over wordt gedaan, nou, dan weet je al dat het niet klopt. Dat die waarheid geen waarheid kan zijn. Want waarheid wil graag in het licht gebracht worden, want dan zal die waarheid alleen nog maar meer waar blijken te zijn. Dat zijn allemaal hele simpele dingen die we allemaal kunnen bedenken. En een ander dingetje wat ik ook nog wil benoemen, is dat de waarheid vaak bedekt is. Dus de waarheid openbaart zich op het moment dat iemand ernaar wil zoeken. Want Jezus zegt ook, zoek en gij zult vinden. Iemand die niet wil zoeken, die niet wil onderzoeken, die geen moeite wil doen om achter de waarheid te komen, die zal heel snel in een leugen blijven leven. Omdat God wil dat wij actief zijn met onze geest. God wil niet zomaar dat we alles klakkeloos aannemen. In de Bijbel staat ook, toets alles en behoud het goede. Dus de Bijbel roept ons ook op, God roept ons op om om alles te toetsen. Er staat zelfs, beproeft de geesten of ze uit God zijn. En dan zie ik niet aan de geesten, aan een of andere ghost, maar een geest is ook een gedachtegoed. Klopt dit gedachtegoed wel? Klopt deze theologie wel? Klopt deze politieke uitspraken wel? Klopt deze het systeem wat over de wereld wordt uitgerold, klopt dat wel? Vertrouw het niet zomaar. Klopt het wel wat de arts zegt? De diagnose. Klopt het wel wat mijn baas zegt? Klopt het wel wat mijn ouders zeggen? Klopt het? Je mag bevragen. Dat is niet kritisch. Kritiek hebben. Dat is een nare geest. Kritiek, over kritiek op hebben.
maar onderzoek hem met een open hart om te verlangen naar waarheid, met een oprecht hart. Ik wil waarheid, ik wil niet zomaar alles aannemen, ik wil alles in het licht van God brengen. Dat is een hele gezonde houding, want God wil niet dat we marionettenpoppetjes worden. God heeft ons niet geroepen tot slavernij, maar God heeft ons geroepen om te heersen als koningen. Niet over elkaar, maar dat we in onze kracht mogen staan. Dat we niet zeg maar geregeerd worden door mensen, door systemen, maar dat we onze eigen ruimte gaan innemen die ons door God is aangewezen. Daar heeft niemand iets over te zeggen. Ook de regering niet, ook de politiek niet, ook mijn baas niet. Ik moet gewoon wel het pad bewandelen. En ik ben onderdeel van een systeem, onderdeel van een organisatie, onderdeel van de samenleving. Ik moet gewoon mijn plek innemen en gewoon aan regeltjes houden. Tot een zekere hoogte. Op het moment dat die regels, zeg maar, de regels van God overtreden, dan gaan er andere wetten gelden. En dan kun je gewoon ook denken aan bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Er gebeurden allemaal dingen. Als iedereen maar klakkeloos gehoor zou geven aan wat Hitler zou willen, wat de wet is, wat de regeltjes zijn, en dat hebben helaas heel veel mensen, te veel mensen gedaan, dan krijg je een gigantische probleem. Als dictators gewoon maar hun gang mogen gaan, het is juist de bedoeling dat dingen die niet kloppen, dat die aan de kaak gesteld gaan worden. Dat de mensen gaan opstaan die de dingen die niet kloppen in het licht gaan brengen, die het gaan bevragen. Zodat God met zijn goddelijk licht het kan beschijnen en het ontkracht zal worden. Want een leugen kan geen stand houden. God is waarheid. En niet mensen regeren de aarde, God regeert de aarde. En Gods kracht en Gods macht is veel sterker dan wat voor leugensysteem dan ook, hoe sterk dat ook lijkt te zijn. Gods kracht gaat er bovenuit. En God is in staat om hele grote systemen die de aarde onder invloed willen brengen. God is in staat om deze systemen te ontmantelen. En ik geloof dat we in een hele bijzondere tijd leven, waarin de Heilige Geest bezig is om de dingen aan de kaak te stellen die niet kloppen, wereldwijd. En dat er ook gewoon, ja, door Gods Geest zelf, en daar heeft hij ook zijn lichaam voor nodig, zijn gemeente. Het is belangrijk dat wij gaan bidden en dat we op de juiste wijze gaan bidden. En volgens het gebed wat Jezus ons heeft geleerd, uw koninkrijk komen, Vader, u wil geschieden. Niet de wil van mensen, maar de wil van God. Opdat de waarheid zichtbaar wordt, want de waarheid die zal de mensheid vrijmaken. De waarheid zal de schepping vrijmaken, want ook de schepping staat er in de Bijbel. Wacht met de rijkhalve het verlangen tot het openbaar worden van de zonen Gods. En wil ook heel graag van de vergankelijkheid bevrijd worden, van de leugen bevrijd worden. Want de waarheid die leeft in ons hart. En durf te gaan staan in die waarheid. En ga niet buigen voor een leugen. Want op het moment dat jij gaat buigen voor een leugen, en dat doe je door gewoon maar klakkeloos alles aan te nemen wat op je afkomt, terwijl je diep van binnen voelt, het klopt niet, maar je hebt gewoon geen zin om het te onderzoeken, of je bent er bang voor om het te onderzoeken, en dan ga je buigen voor een leugen, en dan kom je onder die leugen, dan word je een slaaf van die leugen. Maar op het moment dat jij die leugen durft te confronteren met de Geest van God die in ons leeft, en je gaat de leugens toetsen die op je pad komen, en dat kan soms heel heftig zijn, want je gaat, en mensen die in de leugen leven, die willen niet geconfronteerd worden met de leugen, maar God is met jou. En de Geest van God zal jou helpen om op te staan. En als we dat met elkaar gaan doen, als de wereldwijd miljoenen mensen gaan opstaan, dan zeggen we, wij gaan opstaan en wij gaan in de waarheid staan. En wij staan niet toe, wij gaan niet buigen voor leugens. En dan gaat de kracht van God, en daar is hij al mee bezig, wereldwijd is Gods Geest al zo krachtig, ben je steeds meer mensen gaan opstaan. En niet alleen christenen, maar ook niet-christenen, want de waarheid van God is universeel. God ondersteunt zijn waarheid over waar mensen opstaan om leugens aan de kaak te stellen, dingen die niet kloppen. De ongerechtigheid, en die is overal, de ongerechtigheid, de onrechtvaardige mensen en de criminelen zitten niet alleen in de gevangenis en in de drugshandel. Ze zitten ook in de politiek, ze zitten ook in megabedrijven. Het zit in het hart van de mens. En op het moment dat de ongerechtigheid aan de kaak wordt gesteld door de Geest van God, doordat mensen ook de leugens gaan bevragen en daar de waarheid op gaan schijnen, dan gaan de bolwerken van de duisternis gaat aan kracht verliezen, totdat het volledig ontmantelt
wordt. Want de waarheid is zoveel sterker dan de leugen. Want de leugen die moet altijd in het verborgenen, in het geheim. Maar op het moment dat de waarheid aan het licht komt, dan kan de leugen niet meer stand houden. En God is waarheid. En God die regeert over de aarde. God heeft een machtig plan. En God is er voor de mensheid, om de mensheid te bevrijden van leugensystemen. En ik geloof dat de waarheid vrijmaakt. En waarheid is niet een wetenschappelijke waarheid. Het is niet een wiskundige waarheid. Maar het is een veel hogere waarheid. De waarheid van Gods geest. En die kan alleen maar ontvangen worden en begrepen worden door te buigen voor de grote waarheid. Te buigen voor de schepper van hemel en aarde. Want hij is God en wij zijn geen God. En door te buigen, door eerbied te hebben voor onze schepper. Door te zeggen van Heer, wij weten het niet. Wij kunnen het niet. Wij hebben uw hulp nodig. Wilt u ons leiden door uw geest? Uw koninkrijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. Wat we iedere dag nodig hebben. Heer, we willen het uit uw hand ontvangen. Want wij kunnen het niet. En dan leven we in afhankelijkheid van God. En dan kan er een heel mooi tijdperk aanbreken. Want ik geloof dat we in een hele bijzondere tijd leven. Waarin er hele mooie en bijzondere dingen kunnen gebeuren. Wereldwijd. Er kan zomaar een wereldwijde opwekking gaan plaatsvinden. Hebben in mensen massaal gewoon hun weg tot God weer terug gaan vinden. En de hele schepping bevrijd zal worden van de onderdrukking. Die door de verkeerde geesten, verkeerde mensen over de aarde zijn gebracht. En dan kan er weer bevrijding komen. Dan kan er weer adem gehaald worden. Dan komt de natuur tot rust. En dan kan het voedsel weer over de hele aarde verdeeld worden. Want er is meer dan genoeg. En dan kan de schepping zich herstellen. En dan kan de gezondheidszorg en het onderwijs en de politiek en alles kan weer gaan herstellen tot een rechtvaardige samenleving waar Gods liefde aanwezig is. En ik geloof dat het kan. Ik geloof niet dat het niet kan. Ik geloof dat wat Jezus heeft ons ook de opdracht gegeven. Gaat heen in de hele wereld, maak alle volken tot mijn discipelen en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Oftewel dat het koninkrijk van God zichtbaar gaat worden in alle volken. Is dat al gebeurd? Nee. Dus wij hebben nog een opdracht te gaan. En ik nodig je uit om te gaan staan. Te gaan staan in de waarheid van Jezus Christus. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Door te buigen voor die goddelijke waarheid. Die veel hoger is dan een politieke of een wetenschappelijke waarheid. Die altijd gekleurd is vanuit het ego-geest van de mens. Want wij, vanuit ons mens zijn niet in staat om de goddelijke waarheid te begrijpen en te omvatten. Totdat wij ons hebben gebogen voor de almachtige God en de geest de waarheid hebben ontvangen. Dan gaan we beter begrijpen wat de waarheid werkelijk inhoudt. Namelijk door de openbaring van de Heilige Geest, die ook de geest de waarheid wordt genoemd. Ik wil afsluiten met een gebed. Heer Jezus, ik wil u danken voor de bijzondere tijd waarin we leven. Heer, dat we deel mogen uitmaken van deze bijzondere tijd. Heer, en ik nodig uit, wilt u mij, wilt u ons vullen met uw Heilige Geest, de Geest der waarheid. Wij erkennen dat in onszelf, ook in ons verstand, in onze ratio, hoe slim we ook zijn, geen waarachtige waarheid leeft. Heer, we worden misleid door onze gevoelens, emoties. Heer, door ons ego, door onze angsten. Heer, we worden verblind, Heer, door alles wat op ons afkomt. Heer, maar u, Heer, kunt ons uit die verblindheid halen, Heer, en door uw Heilige Geest. Heer, gewoon de openbaarheid aan ons openbaren. En ik bid, Heer, dat uw heilige waarheid over de aarde geopenbaard zal worden. Heer, dat alles wat niet klopt, Heer, wat ongerechtigheid is, Heer, wat leugenachtig is, Heer, wat verborgen agendas zijn die niemand mag weten. Ik bid, Heer, dat u de wereld gaat schudden, Heer, en dat alles wat niet klopt aan het licht gebracht mag worden. Heer, en de bevrijdende, genezende, herstellende waarheid van Jezus Christus openbaar mag komen, die ons als mensheid zal bevrijden, maar ook ieder individu zal bevrijden. Heer, geef ons moed en kracht om op te staan, Heer, op onze eigen plek die u ons heeft aangewezen, om daar, Heer, de waarheid te omarmen en niet te buigen. Heer, voor wat voor leugen dan ook op ons afkomt. Heer, via wat voor kanaal dan ook. Heer, dat we de moed en de kracht door de Heilige Geest gaan ontvangen. Heer, om onze plek in te nemen. Heer, en weten door u ondersteund te worden. Heer, geef zo uw kinderen, de kinderen Gods. Heer, geef hen kracht. Heer, door ons allen te vullen met uw Heilige Geest. Heer, en ik bid daarvoor een wereldwijde uitstorting van uw Heilige Geest. Heer, dat we met elkaar mogen opstaan. Heer, en
En dat de duisternis, Heer, en de ongerechtigheid ontmaskerd zal worden. Heer, dan een heerlijke tijd van verademing, van bevrijding, genezing en herstel zal plaatsvinden over de hele aarde. Heer, en dat we u mogen aanbidden. Heer, en u de eer en de glorie en de aanbidding. Heer, mogen geven die u toekomt. Heer, want u bent de schepper van hemel en aarde. Heer, en u heeft uw Zoon Jezus gegeven om ons te bevrijden en te verlossen uit de macht van de duisternis. Alle eer en glorie en aanbidding komt u toe, schepper van hemel en aarde. We buigen ons voor u, almachtige God, en we bidden, onze Vader in de hemelsheid, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Dank u, Vader, dat we u mogen kennen en dat we onze hoop en ons vertrouwen op u mogen richten. In Jezus' naam. Amen.